Big Five. Paul van Liemt. Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen, maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Want na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem komt deze week onderhandelaar Johan Remkes eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? En hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar zijn komen te staan? Hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing die ook juridisch houdbaar is? Ik praat daarover met vijf kopstukken in BNS Big Five van het stikstofprobleem. En vandaag is bij me Henk Bleker. Hij is voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kabinet Rutte 1. Welkom. Goedemorgen. Ja, voordat ik het met u ga hebben over het rapport van Remkes, wil ik eerst twee dingen van u weten. Even kort en dan gaan we daarna uitgebreid verder praten. De eerste, hoe effectief waren volgens u de protesten van de boeren? Die zijn heel effectief geweest. Want we hebben toen op 22 juni in Stroe met elkaar gezegd, wat er nu op tafel ligt van de kant van het kabinet, dat is totaal geen basis om met het kabinet in gesprek te gaan. Niet met Van der Wal, niet met de toenmalige minister, niet met minister-president Rutte. Het stond zo ver af van de realiteit, van onze realiteit, dat er geen basis voor een gesprek was. En eigenlijk zijn we op dit moment nog op precies datzelfde punt. Het zal moeten blijken of vandaag, morgen beter gezegd, Remkes met een rapport komt, wat voor het kabinet aanleiding is om nu werkelijk beweging richting de boeren te maken. Is vandaag gebeurt een bespreking of heeft u het rapport al gezien? Nee, ik heb het rapport niet gezien. We zullen dat morgen zien. Morgen zal moeten blijken of er een rapport komt op basis van het kabinet kan zeggen van en gaat zeggen van, wij gaan echt wezenlijk bewegen richting de wensen, de eisen van de boeren. En als dat niet zo is, dan zijn we terug bij 22 juni Stroe. Dan, de protesten zijn natuurlijk soms uit de hand gelopen. U zegt dat ze effectief waren, ik begrijp uw argumenten, maar ja, het is ook uit de hand gelopen. Bijvoorbeeld toen trekkers op de politie inreden. Nou goed, we kennen de hele reeks verhalen natuurlijk, en we kennen de beelden met name, die behoorlijk zijn ingeprent in het geheugen. Maar hebt u wakker gelegen van die gewelddadige kant van die boerenprotesten? Nou, ik lig vooral wakker van de emotie, de radeloosheid die boeren op dit moment ervaren en die hun ertoe brengt om heel veel tijd en energie en ook geld te stoppen in protesteren. Want je gaat met de trekker op pad, je bent de hele dag weg. Je moet mensen hebben die de koeien voor je melken, die het werk doen op de boerderij. Je verstookt een hoop benzine en brandstof. Die mensen die zijn terecht woedend en ook soms ten einde raad. Daar heb ik dus begrip voor. En voor zover men zich binnen de kaders van de wet gedraagt, dan zeg ik prima. Daar hebben we de rechtsstaat voor. Je mag protesteren binnen de kaders van de wet. En er is maar één die bepaalt of je over de grenzen van de wet gaat. En dat is de rechter. Dan is het heel belangrijk dat dat rapport aankomt. Er wordt zeer gespannen naar uitgekeken. Niet alleen door de boeren, maar ik zei al eerdere uitzendingen, boeren, burgers en buitenlui. We kijken er allemaal naar. Iedereen heeft daarmee te maken. Wat is het belang van het rapport volgens u? Nou, het is het rapport zal vooral zijn, als ik het goed zie, een boodschap aan het kabinet. Namelijk, hoe kun je uit de impasse komen, de polarisatie, de maatschappelijke polarisatie, het conflict tussen Den Haag en het hele platteland en de boeren, het ongeloof wat er ook bij heel veel burgers is over de stikstofcrisis aan zich. Hoe kun je uit die bizarre situatie komen? En daar hoop ik dat de heer Remkes aanknopingspunten biedt voor het kabinet. Het kabinet ook de spiegel voorhoudt en de waarheid zegt van pas op, beste vrienden en vriendinnen daar in Den Haag. Je hebt een aantal fouten gemaakt en je zult op een aantal punten anders moeten handelen richting de boeren en richting de platteland. Ja, uiteindelijk zal er toch een Salomons oordeel geveld moeten worden. Als u het zo op een rij zet, dan neemt u nog even ons mee in het verhaal hoe lastig het is natuurlijk om daar überhaupt een goed oordeel over te kunnen vellen, of in ieder geval een goede richting aan te kunnen geven. Heeft ook alles te maken met het vertrouwen in de man zelf die het rapport voor elkaar heeft gebokst, namelijk Remkes. Het vertrouwen in hem was aanvankelijk niet heel groot, dat begrijp je ook. Ja. Als je ziet wat allemaal gebeurd is. Hoe is uw vertrouwen in Remkes? Want u kwam natuurlijk veel vaker tegen in uw politieke leven ook, denk ik. Ja, absoluut. Kijk, je kunt wel zeggen dat de aanwijzing, de benoeming van Remkes met zijn geschiedenis, met het stikstofadvies wat hij eerder heeft uitgebracht, terecht heel veel wantrouwen bij boeren heeft gewekt. Maar op een gegeven moment is dat een feit, zo'n benoeming.
En je kunt wel zeggen dat Remkes, of dat Rutte met Remkes wel heel hoog heeft ingezet. Hij heeft niet zomaar even iemand geroepen van, zou jij dit eens even willen doen? Het is, hoger kan hij niet. Ik heb het grappigerwijs gezegd, je kunt alleen nog naar Willem-Alexander. Verder, je hebt Remkes. En daarna, je kunt alleen nog heen bleken. Je hebt Johan Remkes en daarna kom je bij Willem-Alexander. Nou, dat is niet mogelijk. Dus Rutte heeft hoog ingezet. En op een gegeven moment moet je dan vertrouwen hebben dat Remkes dat op een objectieve manier doet. Nou, dat moet straks blijken. Maar u hebt dus duidelijk ook wel enig vertrouwen, mag ik het zo omschrijven, enig vertrouwen in Remkes? Ja, ik heb wel enig vertrouwen in Remkes. Ik heb geen zicht op de uitkomst, maar ik heb wel enig vertrouwen in Remkes. Want mijn houding is in het algemeen, dat geldt ook voor een nieuwe minister. Hoe heet hij ook alweer, hè? Ja, meneer Piet Adema. Ja, zeker. Ja. Dat geldt ook voor een nieuwe minister. Ik vind, tenzij iemand je in je vorige leven heeft belazerd, maar alle anderen die zich netjes naar je toe hebben gedragen, die afspraken zijn nagekomen, die geef ik ook in een nieuwe job het vertrouwen. Dus dat geldt voor Remkes, dat geldt ook voor Piet Adema. Ja, totdat kent u Piet Adema? Ja, de heer Adema en ik, wij kennen elkaar uit de periode dat de heer Adema gedeputeerde was in Friesland. En heeft u nooit belazerd, ook niet ooit een kunstje geflikt of zo? Nee, hij heeft me niet belazerd. En we hebben wel heel veel met elkaar van doen gehad. Groningen, Friesland en Drenthe. Omdat in die periode dat de heer Adema en ik daar gedeputeerden waren, zette het toenmalige kabinet een streep door een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen. Nou, daar waren we heel boos over. En ook heel terecht. En toen is er hard gestreden voor compensatie. En dat moest een bedrag zijn wat hoger was dan 2 miljard. Dat is ook gelukt. En de heer Adema en ik hebben daar heel veel gezamenlijk over onderhandeld, dan ook richting het kabinet. Mag ik het even in machtstermen? U denkt daardoor, door dit verleden, ook ik kan hem hebben? Nee hoor. Ik denk dat het gewoon een hele zakelijke, heldere bestuurder is. Maar je merkt de analyse, iedereen kijkt naar, ook de mensen die veel minder van het boerenbedrijf weten als u, en die zeggen dan, ja, maar hij staat toch vooral aan de kant van de boeren, als je even snel naar zijn cv kijkt, van de bouwers, als je snel naar zijn cv kijkt, dan heeft minder met de boeren op. Ben ik daar mee eens of niet? Maar je kunt in Friesland geen gedeputeerde zijn zonder dat je iets met boeren en met het platteland hebt. Hij is Fries. Friesland bestaat bij de gratie van het melkveebedrijf. Zo zou ik het wel kunnen zeggen. We hebben het fantastische Friese fokvee van vroeger, wat in meer dan 100 landen mensen nu, dit moment nog, van de nakomelingen tenminste, van prachtige zuivelproducten voorziet. Dus ja, Friesland is ook melkveehouderij, is ook boeren, is ook podaardappelen, enzovoort, enzovoort. Dus je kunt geen Fries zijn, nee, dat is duidelijk, zonder daar niets mee te hebben. Het wordt nu tijd voor een vraag van iemand uit Utrecht. Dat is namelijk mijn vorige gast, de hoogleraar Jan-Willem Eerisman. U kent hem ook, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Die had deze vraag voor u. Wordt het nou niet tijd om als melkveehoudersbond, die toch de grootste aandeel in de stikstofproblematiek heeft, als het gaat om ammoniakemissies, wordt het niet tijd om een deal te sluiten om gebruik te maken van het geld wat er ligt en nu te zorgen dat je minimaal 50% emissie reduceert in 2030? Ja, dat is een duidelijke vraag. Met dit kabinet, duidelijk antwoord ook graag. Ja, duidelijk. Met dit kabinet, met de huidige voorstellen die er nu liggen van het kabinet, zijn wij niet bereid om een deal te sluiten. Wij zijn ook niet bereid om te gaan onderhandelen. Er zal echt iets anders op tafel moeten komen. Aan de andere kant, ik weet niet of de heer Eerisman op 22 juni in Stroe was. Een van de 50.000 protesterende mensen. Maar daar had hij kunnen horen dat de gezamenlijke belangenorganisaties toen al hebben gezegd dat we zelf aan de slag gaan met innovatie. En dat is ook al gaande. We zijn daar ook over in gesprek met andere partijen in het bedrijfsleven. Maar innovatie die zo gericht is dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd kan zijn? Nou, dat er in ieder geval forse reductie kan plaatsvinden. Dat soort innovaties zijn we verder aan het doordenken. Maar dat is te weinig. Hè? Je wilde het precies hebben, anders krijg je weer die Wopke Hoekse achteruit. Nou, het is niet echt in beton gegoten in 2035. Kan ook. Je wilt toch duidelijkheid hebben? Ja, maar even richting de heer Eerisman. Wij laten ons niet verleiden door miljarden in Den Haag. Wij gaan dat zelf doen. En daar zijn we mee begonnen. En dat zal ook resultaten opleveren.
Dus het verhaal van het planbureau, van de leefomgeving bijvoorbeeld, over de uitverkoop. En dat er gewoon op een andere manier naar gekeken is. En dat het niet vrijwillig kan. En dat ze lieten echt duidelijk de opening voor. Nou ja, dan kan het ook gedwongen. Dat vindt u een slecht verhaal dan, of niet? Nou, het planbureau voor de leefomgeving maakte een goede analyse. Namelijk dat als je als overheid vindt dat er boeren op plekken zitten waar ze beter zouden kunnen worden verplaatst, dat je dan niet met grof geweld moet roepen van we hebben een geweldige uitkoopregeling, woest aantrekkelijk, zei de minister. Ja. Of we sluiten onteigening niet uit. Nou, als je met dat soort dingen begint, dan weet je één ding zeker, dan gaan de hakken in het zand. Dan gaat er niks gebeuren. En daar hebben boeren een groot gelijk in, want ze laten zich niet wegdreigen. Maar wat van belang is dat je per gebied met de boeren die daar zitten en die evenveel wat moeten aanpassen in de bedrijfsvoering of misschien willen verplaatsen, dat als dat bewezen wordt dat dat bijdraagt aan de oplossing van het probleem in die natuurgebieden, dan ga je mee om tafel en ga je per gebied, per onderneming, ga je afspraken maken. Dat is de manier waarop je het doet. Dat is al 25 jaar lang een succesvolle formule gebleken. In allerlei provincies is dat zo gedaan. Maar dit kabinet kwam met een soort van oekase. Het ligt aan de boeren. Het ligt aan de veehouders. We gaan ze uitkopen en als het moet gaan we ze onteigenen. En dat werd allemaal vanuit Den Haag afgekondigd als een soort van decreet. Nou, dan kan ik u vertellen, dat kunnen ze nog 2 jaar blijven doen, maar dat helpt niks.